Enjoying everyday life. Omdat er altijd iets nieuws te ontdekken valt. Zou je soms wel eens wat meer energie willen hebben? Heb je zorgen waardoor je minder enthousiast in het leven staat en waardoor je je ouder voelt dan je bent? Vraag je je wel eens af of je beste jaren achter je liggen? Als jij hier iets van herkent, dan heb ik geweldig nieuws voor jou. Als kind van God kun je ouder worden zonder oud te worden. Want God heeft in ieder seizoen van je leven iets nieuws en geweldigs voor jou. Ik onderwijs het woord van God nu al bijna veertig jaar en ik geniet nu meer van mijn leven dan ooit. En ik voel me ook beter. Ik voel me niet oud en ik gedraag me niet oud. Ik leid een actief, vol leven en ik geloof dat God dit ook voor jou wil. Hij wil je vullen met zijn blijdschap en kracht. Of je nu 23 bent of 100, je beste jaren hoeven niet achter je te liggen. In Psalm 103, vers 2 herinnert David ons eraan niet één van zijn weldaden te vergeten. En daarna, Psalm 103, vers 3 tot 5, noemt hij een aantal van die weldaden. Hij vergeeft al je ongerechtigheid. Hij geneest al je ziekten. Hij verlost je leven van het verderf. Hij kroont je met goede tierenheid en barmhartigheid. En de laatste van de lijst met weldaden is dit. Je jeugd vernieuwt zich als die van een adelaar. Naast dat je wordt vergeven, genezen, verlost en gekroond, beloven deze versen je ook dat je jeugd wordt vernieuwd. Ik denk dat dit een hele belangrijke waarheid is in deze tijd. Ik herinner me de eerste keer dat ik het gevoel had dat ik oud werd. Het was op de dag dat ik me inschreef voor medische gezondheidszorg voor 65-plussers. Ik kon maar niet geloven dat ik bij de zorgverzekeringsinstelling was. Het was alsof ik naar een film keek over iemand anders. Herinner jij je nog de eerste keer waarop je het gevoel had dat je oud werd? Misschien was het toen je kinderen het huis uitgingen, toen je je eerste leesbril kocht of toen je kleinkinderen je moesten helpen met jouw computer. We worden allemaal ouder, maar het feit dat dat gebeurt betekent niet dat we geen actief leven meer kunnen hebben, of dat God klaar is met ons. En of je nu een twintiger of dertiger bent. Zijn er vast dingen die je kunt doen zodat je je beter voelt dan je je kunt voorstellen in een later seizoen van je leven? In ieder seizoen van je leven kun je sterk en gelukkig zijn en productiever dan ooit. Kijk maar eens naar deze belofte uit Gods woord. In Titus 3, vers 5 gaat het over het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. In Jesaja 40, vers 31 staat. Wie de Heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Psalm 92, vers 13 en 15 vertelt ons dat de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. In de ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ik geloof in deze belofte voor mijn leven en ik wil je aanmoedigen hier ook in te geloven. God wil je vernieuwen, herstellen en je laten groeien en bloeien in ieder seizoen van je leven. Ongeacht je leeftijd is je lichaam een tempel van de Heilige Geest, en God wil dat je wijsheid bezit over hoe je voor je lichaam, ziel en geest zorgt. Zie 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. Hij helpt je om je aan te passen aan fysieke, mentale, emotionele en geestelijke veranderingen, zodat je altijd met vrede, blijdschap en positieve verwachtingen kunt leven. In dit seizoen van je leven kun je misschien niet meer alles doen wat je vroeger deed, maar je kunt altijd iets doen. De sleutel is om je niet te richten op wat je niet kunt doen, maar op wat je wel kunt om sterk, gezond en effectief te zijn. Ik geef je een voorbeeld van wat ik bedoel. Ik kan niet meer zoveel gewicht heffen in de sportschool als 15 of 20 jaar geleden. En ik draag tegenwoordig geen hoge hakken meer als ik spreek. Ik kan ervoor kiezen hiermee te zitten en bij mezelf te denken: ik wil niet zwakker worden en minder kunnen tijdens mijn workout. Ik wilde dat ik nog steeds die schattige, stijlvolle, hoge hakjes kon dragen. Maar in plaats daarvan besef ik dat ik nog steeds sport, alleen dan met wat minder gewicht. Ik koop nog steeds stijlvolle schoenen. Alleen dan wat comfortabeler schoenen. Terwijl we ouder worden, moeten we niet zitten met de dingen die we niet meer kunnen, maar kunnen we ervoor kiezen blij te zijn met wat we nog wel kunnen. Als kind van God kun je ouder worden zonder je oud te voelen. Ik weet uit ervaring dat dit zo is. God wil je jeugd herstellen en je kracht vernieuwen. Zijn plan voor jou is dat je groeit en bloeit in elk seizoen van je leven. Ten slotte, stel voordat je verder gaat, jezelf de vraag: Laat ik mezelf gewoon oud worden of word ik gracieus en doelgericht ouder en laat ik me in elke levensfase door God gebruiken. Dave en Joyce. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube kanaal.